Als we het over helden hebben, aan wie denk je dan? Want er zijn mensen die bijvoorbeeld denken, oh, Rai Vloed, want die had afgelopen zondag de winnende treffer in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AZ. Denk je ook wel eens over die helden die meer dan 75 jaar geleden, hè, toen het oorlog was, die mensen die toen opstonden tegen de bezetter? Over oorlog in de trein. Het beste van een jongen met rood haar en van een stotteraar. Er was ook een Joods meisje in mijn klas, die wat bijzonder was, maar die we gelukkig niet hebben gepest. Haar naam staat in de lange lijst van slachtoffers op de Joodse begraafplaats in de Bollestraat. Ze is vergast in een Duits concentratiekamp. We hebben zojuist met de lokale burgemeester en de kinderen van de school hier, van klas groep 5, hebben wij de onthulling gedaan. En we hebben speciaal gekozen eigenlijk voor deze buurt, omdat dit de verzetsheldenbuurt is. Dus alle straatnamen zijn hier vernoemd naar verzetshelden uit Almelo. En omdat het een vredesboom is, dachten we van nou, dan is dit een hele mooie plek daarvoor. Ook omdat het zo mooi gerenoveerd is en in 2019 zijn we hier al mee begonnen. Maar iedere keer werd het uitgesteld vanwege corona of omdat de kinderen er niet bij konden zijn. Dus we zijn heel erg blij dat we nu in de Vredesweek, het thema is inclusief samenleven, dat we hier dan toch deze boom kunnen onthullen. Mijn wens is dat de dieren en natuur nooit doodgaan. Ja. Ik wens dat ze oorlog. Dat er geen oorlog komt. Heel goed. We hebben gewoon gekozen voor een mooie boom die ook een beetje uit gaat groeien over de vijver heen. En daar hebben we eigenlijk voor gekozen. En die ook past in het landschap. Oh, jongen! Oh my god! Oh, kom op het Moeten er volgens u nieuwe verkiezingen komen? Ik vind van wel dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Want zoals nu de toestand gaande is, komen ze er toch niet uit. Dus ik vind gewoon dat het volk weer opnieuw moet gaan stemmen. Nee, absoluut niet. U bent heel resoluut. Ja, ik denk dat het een heel slechte zaak voor Nederland is. En waarom is dat een slechte zaak voor Nederland? Nou, omdat het dan heel lang duurt voordat we dan een regering krijgen. Dus dat is, lijkt me niet goed. Ja, die moeten er komen. En waarom? Omdat er nogal het een en ander mis is in Den Haag. Als je gisteren even de algemene beschouwing hebt gevolgd, dan als je dan kijkt hoe ze met de koopkracht omgaan, met name voor vorig jaar hebben ze een aantal partijen hebben beloofd om die 14 euro per uur, het minimumloon zou mogen worden met 14 euro naar 14 euro. Die hebben ze dus ook niet gedaan. Met name CDA heeft toen gezegd, we doen het niet. Hè? Maar je ziet ook de ontwikkeling die er nu zijn. En als je daar naar gisteren kijkt, het is gewoon een blamage. Dan zal ik u zeggen, dat is een hele makkelijke vraag, maar een heel moeilijk antwoord. En wat is het moeilijke? Het moeilijke is dat ze nu zo in een impasse zitten. Op deze manier gaan ze er niet uitkomen. En ik had eerlijk gezegd gedacht dat ze over hun eigen schaduw zouden stappen en toch zaken konden doen. Maar als ze zo doorgaan, ja, dan denk ik dat er toch nieuwe verkiezingen aan moeten komen. Ja, vind ik wel belangrijk, nieuwe verkiezingen komen. En kun je aangeven waarom je dat vindt? Ja, de kabinet vindt wel, ik vind het wel handig om wel betere verkiezingen komen dan Nederland, wat er nu is. Dat denk ik wel. Ik denk dat het nieuwe zorgstelsel hoe het nu gaat met betrekking tot corona, dat het beter kan.
Als je kijkt naar wat ze allemaal inhouden. Nou ben ik niet anti-corona of een corona-wappie. Maar als je kijkt dat bepaalde dingen weer open gaan en bepaalde dingen dat ze sluiten qua horeca, dan denk ik van, dan moet je één lijn trekken, denk ik. Het duurt nu al een half jaar. Een half jaar, ja. Dat is toch knap lang, vind ik. En ze zijn er nog niet uit. En ze blijven bezig. Dus, maar ik vind ook dat er te veel partijen binnen om op te stemmen. En dat moeten ze ook ingekomen. Maar het duurt nu al een half jaar, hè, dat formeren. Ik vind het schandalig. Ik snap niet dat ze niet even gewoon kunnen zeggen, nu gaan we een nieuwe regering vormen. Dat begrijp ik niet. Maar waarom zou dat liggen volgens u dat het allemaal zo lang duurt? Onwil. Iedereen wil zijn zin hebben. Niemand beweegt. Nou, ik denk dat ze allemaal heel eigenwijs zijn en allemaal heel erg vasthouden aan hun eigen principes en te veel aan zichzelf denken en te weinig aan wat ons land nodig heeft. Echt aan ons land belang. Maar zou een andere of een nieuwe regering het heel anders doen? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik geen zicht op. Maar het moet wel anders hoe het nu gaat in ieder geval. Dat vind ik ook. Ja, maar er zijn ook belangrijke zaken. Kijk naar de huurderskwestie op dit moment, met de woningen. Maar kijk ook naar het ouderenbeleid. En, ja, daar ben ik zelf dan ook onderdeel van. Daar gaat het verder niet om. Maar als je daar ook allemaal naar kijkt, dan denk ik dat het toch nodig is dat er toch een sterk kabinet zou komen die iedereen vertegenwoordigt. En niet alleen een bepaalde groep. En dat is het probleem op dit moment. Maar dat gaat gebeuren. Ik heb net naar de beschouwing zitten kijken. Het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Jawel. Denkt u dat nieuwe verkiezingen, dat ze helpen? Ik verwacht het niet. Maar ik denk als je minder mensen hebt of minder partijen hebt om te stemmen, dat de verkiezingsuitslag toch wat anders is en dat je makkelijker partijen kunt vormen. Denkt u dat dat vertrouwen weer hersteld kan worden bij de Nederlandse bevolking? Nou, dat denk ik wel, want soms zie je dat er hele erge dingen gebeuren, ook binnen de politiek. En een half jaar later staan ze gewoon weer met dezelfde tronie voor de camera of zitten ze weer in het plush. Als daar een beetje tijd overheen gaat, denk ik dat dat wel weer goed komt. Dat hoop ik. Daar lijkt het op. Wat is er dan volgens u veranderd in een half jaar? Nou, omdat er bepaalde dingen, moties in de Kamer zijn of worden ingediend, waar toch verschillende partijen mee eens zijn. Dus er komt toch een beetje beweging. Iedereen is gehecht aan zijn zeteltje in de dat Tweede wel. Kamer. Dat is nou net. Hoe bereiken we nou minder partijen in diezelfde Tweede Kamer? Ja, dan moeten ze die eenmanspartijtjes die moeten ze af gaan schaffen. En wie moet ze dan afschaffen? Ja, de eenmanspartijtjes, maar ja, ik kan zo geen namen noemen, zo gauw 1, 2, 3. Die kunnen zichzelf het beste opheffen? Ja, vind ik van wel. Want één stem ergens in een hoekje, dat heeft volgens mij ook geen nut, want die hoor ik toch niet. Maar denkt u dat er witte rook uit de schoorsteen komt? En daar bedoel ik mee dat er een kabinet komt, een nieuw? Ja, dat mag wel een keer mag kopen. Het duurt al te lang. Zou het volgens u helpen bij de formatie dat de huidige hoofdpersonen allemaal vervangen worden? Ja. Ja. Hoofdpersonen in de zin van, ik denk dat, misschien mag ik het niet hardop zeggen, maar Rutte heeft zich compleet ongeloofwaardig gemaakt. Met name de manier waarop met die hele toeslagaffaire is omgegaan. En toch heeft hij een heleboel stemmen, nog steeds. Ja, begrijp je dat niet, hè? Nee, begrijpt u het? Nee, ik begrijp er niets van. En als er een ander kabinet komt, dan worden er ook andere coronamaatregelen getroffen. Ja. Daar ben je van overtuigd? Ja. Dus wat jou betreft mogen en moeten er nieuwe verkiezingen komen? Ja. Want als er weer dezelfde poppetjes op dezelfde plaatsen komen, dan vrees ik het ergste. Ja, dus moeten we polderen. Het is niet anders. Gezond verstand. Dus als ik u goed beluister, blijft Nederland een polderland? Nederland blijft een polderland. Ja. De werkzaamheden aan het asfalt, herstel van de afwatering en vervanging van de verkeersregelinstallaties aan de kruising Wierdense Straat, Aalderingssingel en Egbert de Katelaan zijn zo goed als afgerond.
Ja, we hebben vanavond met hun gediscussieerd. Ze hebben al jarenlang verkeersoverlast in de straat en ze willen daar graag een oplossing voor. Wij zijn bezig voor het centrum te kijken of we camera's kunnen toepassen rondom het kentwinkelgebied. En dat zouden we eventueel kunnen uitbreiden naar een Hofkampstraat. En daar hebben we deze avond voor aan besteed om te kijken of daar draagvlak voor is. Dus hoe staat het met de privacy? In principe, als mensen een ontheffing daarvoor hebben, bewoners bijvoorbeeld, dan wordt dat gecheckt in de computer. Wordt direct de foto wordt vernietigd als het een bewoner is. Of iemand anders, de hulpdienst, die mogen daar gewoon natuurlijk komen. Iedereen die er niet komt, dat blijft bewaard. Daar gaat vervolgens een BOA, die moet daar naar kijken binnen 72 uur. Ziet hij dat de foto niet overeenkomt met bijvoorbeeld degene wat geregistreerd is, dan kan hij het aanpassen. En het onterecht is, wordt de foto ook weer vernietigd. Daarna gaat de foto naar CIEB, in Kassenhoogstijbureau, die de proces verbalen vanuit het ministerie doen. En daar wordt de informatie wordt verder bewaard en daar kan verder niemand bij. Hoe was de reactie van de bewoners? Het was vanavond, ik vond zelf een positieve avond. We hebben ook met name ook gevraagd van hoe staat u als bewoner van de straat, hoe staat u hier tegenover? We hadden een voorstel gedaan en daar is goede input op gekomen. Verbeter voorstellen, kijk ernaar en dat gaan we doen. Er zijn ideeën gelanceerd vanuit de gemeente. En van de bewoners die konden dan vanavond zelf ook hun bezwaren, ideeën, dergelijke aanreiken. En daar is wel gretig gebruik van gemaakt. De gemeente heeft natuurlijk ook toegelicht van, het ging vooral om de overlast, maar hoe kunnen we dat regelen met camera's? De hele straat was bijna afwezig. Dus er was al door de gemeente aangegeven van, nou één persoon per adres, van anders dan krijgen we natuurlijk met de corona regels weer te maken. Maar het was heel goed bezet en het werd ook goed meegedaan. Dus wat dat betreft, heel positief. En komt er nog een gevolg op? De wethouder heeft ons uitgenodigd om wat meer nog met elkaar erover, van straatbewoners dan, met elkaar te praten. Van hoe kunnen we met elkaar eens worden over hoe we het willen hebben eigenlijk. Dus dat is heel positief. En dat komt dan 4 november is er opnieuw een zitting dan, ja. Waar dan op een gegeven moment de ideeën nog eens weer uitgewisseld worden en eventueel nog correcties, of ja, hoe je het wilt noemen, wordt aangereikt. Hoe ben jij er zo toe gekomen om torso's te gaan bewerken? Ja, dat is een lang verhaal, maar ik zal het proberen een beetje kort te houden. In 2017 heb ik een geperforeerde blinde darm gekregen. En toen ben ik eigenlijk zo onderuit gegaan dat zelfs ademhalen al te veel moeite kostte. En ik kan niet zo goed stilzitten. En toen ben ik ik moest iets doen. Dus ik heb ergens een platte torso die zo tegen de muur kan hangen, heb ik op de kop getikt.
En daar ben ik sterrenbeelden, want dat is een andere passie, horoscopen maken. En daar ben ik sterrenbeelden op gaan schilderen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. En toen dacht ik, ja, daar kan ik eigenlijk nog niet al mijn creativiteit in kwijt. En toen heb ik de eerste, was een koperen die ik gemaakt heb, geschilderd heb. En daar was ik zo hyper en zo enthousiast over. En ja, toen was het, nou ja, ik noem het al creatief uit de kast komen. Maar toen was het, ging ik helemaal los. En toen heb ik een boekje moeten kopen om alles een beetje te ordenen qua ideeën. En ja, zo is het gekomen eigenlijk. Waar haal je dat vandaan? Nou, ik heb als kind altijd al een hele grote fantasie gehad. Ik ben helaas opgevoed in een heel zwaar christelijk niveau, of hoe zeg je dat, gemeenschap, waar je geen fantasie mocht hebben. En dus dat is aardig onderdrukt en ik heb het gevoel dat dat nu allemaal eruit komt. En ja, ik blijf ideeën houden. Maar het kan ook, ik kan een sieraad zien of een ketting of een broche en dan heb ik gelijk al een torso in mijn hoofd. Dus ja, dat houdt niet op. Ja, en je geeft ook workshops, hè? Ja. Ik geef elke tweede zaterdag van de maand geef ik workshop in het Norbrus in de Windmolenbroek. En ik kan thuis ook workshops geven. Dus, ja. Heel veel mensen mogen mee profiteren van jouw geweldige werk. Ja, ja, het is echt. Het is gewoon leuk. Het is zo ontzettend leuk om te doen. En ik vind het al prachtig om dat door te geven en iedereen het plezier te geven van het schilderen. Want vooral het kleuren mengen en dan zoiets bijzonders tevoorschijn krijgen. En dan combineren met sieraden. En ja, het is niks leukers als dat. Ja, want er komt geen spuitbus aan te pas, hè? Nee, het is allemaal, ik laat altijd mijn kwastjes zien, maar geen spuitbus, gewoon kwastjes, kleine kwastjes. Ik ben kunstenaar en ik werk vooral met textiele materialen en niet met één techniek, maar met heel veel verschillende technieken. Ook heel vaak gebruik ik materiaal wat een ander alweer doet, gerecycled materiaal. Dat verf ik of dat schilder ik en dat is een basis om eigenlijk te laten zien dat je niet alleen maar duur materiaal hoeft te kopen, maar dat je met gekregen of wat een ander weg doet. En juist in coronatijd waar je de winkel niet in kon, was dat voor mij een uitdaging. Coronatoestand ben ik minder weg geweest. Omdat ik had geen zin om in de trein te zitten. Maar ik ga ploeter nog moedig voort en zoek ik naar mijn eigen architectonische abstracties. En, dus stukken, fragmenten van gebouwen. En dan zoeken doe ik het liefst. Maak me ook al portretten hoor. Dus. Ik doe dat allemaal met de hand. De slijptol wordt eigenlijk op het laatste moment gebruikt als de vorm er al in zit. En daarna heet dat alles weer verder met de hand. Dus de slijptol is alleen maar één facet. Je bent wel een tijdje bezig nog voordat je een beeld af hebt, ja. Ik heb 12 leerlingen. Ja, kijk. Ik heb er één man van 73 en die doet het nog goed. Nee, als je eenmaal blijft hakken, dan raak je er wel aan verslaafd. Nou, wat jullie hier zien, dat is een serie foto's en dat heb ik genoemd schoenenpret. Die schoenen die zijn een beetje absurd gemaakt door daar fruit in te verwerken en toch een menselijk karakter mee te geven. Het is ooit voortgekomen uit een opdracht dat ik schoenen voor iemand moest fotograferen. En dat waren dusdanig mooie schoenen dat ik dacht van daar wil ik ook nog andere dingen mee doen. En daar heb ik dit soort beelden van gemaakt. Ik ben Louise Schoon en ik ben kunstenaar.
En ik maak werken waar heel veel kleur in zit. Of heel veel kleur, maar in ieder geval met kleur. Nou, hier kom je in mijn atelier. Welkom. En hier maak ik alles. Ik heb mijn, je ziet, ik heb niet direct licht in mijn atelier. Maar dat is eigenlijk heel prettig, want dan word ik niet afgeleid. Ja, dat vind ik heel fijn kleur, omdat kleur is een energie. En kleur zet mij in ieder geval in beweging. Kleur kan je stemming beïnvloeden. Dus eigenlijk kleur werkt op je welzijn. Eigenlijk kan je me niet in één stijl vastplakken. Mijn stijl is abstract, maar het kan ook expressionistisch zijn en figuratief. Ik begon eigenlijk met portretten, omdat van kind af aan waren mensen, interesseerden mij heel erg, vooral vrouwen. Dus ik heb heel veel vrouwenportretten gemaakt. Dat zijn een van je eerste werken. Wanneer ben je daarmee begonnen? Dan praat je wel, denk ik, zoals deze is 2010 hierachter. Ik weet niet wanneer deze is, maar even kijken hoor. Zoals deze is wel 2010. Kan je hem zien? Dat. Dus dan praat je wel over die tijd, zeg maar. Ongeveer. Dat ik die maakte en daarvoor schilderde ik wel. En eigenlijk was de wens steeds sterker om abstract te gaan schilderen. En wat ik ervaar bij abstract is dat het je heel veel vrijheid geeft. En eigenlijk is het zo dat vrijheid heb je pas als je een bepaald kader hebt. Dat is een beetje raar misschien, maar als er helemaal geen grenzen zijn, dan heb je eigenlijk ook geen vrijheid om te werken. Er moet een bepaald kader zijn, voor mij in ieder geval. Dus ik geef mezelf een bepaalde opdracht. Dit is de maat, of ik werk alleen met die kleuren, of dat. En dan ga ik aan de slag. En mijn ezel staat hier nu. Meestal staat hij of hier of zo. En als ik wil zien hoe ik gewerkt heb, dan loop ik altijd even hier naartoe om afstand te nemen. En dan kan ik kijken, jee, wat vind ik er eigenlijk van? En ik zie hier heel veel verschillende soorten schilderijen. Heel strak of zo, die echt totaal niet. Nee. Nou ja, dat is... Eigenlijk voel ik mijn gevoel. He, zoals ik net al vertelde, dat is erg belangrijk voor mij. En dan kan ik alleen op die manier werken. In sommige werken, zoals in deze, zie je nog wel echt herkenbare figuren en andere totaal niet. Is dat dan ook gevoel? Dat je... Nou ja, dit is een serie waar ik aan werk. Die is geïnspireerd op mijn kindertekeningen. Die serie heet Childhood. En... Ja, soms heb je dus wel, zoals daar gaat het over bloemen, een ode voor de bloemen. Dan zie je dus duidelijk wel, vind ik, het is wel abstract natuurlijk, maar het is duidelijk wel, zie je dat het een bloemenserie is. En hoe lang ben je dan bezig met kunstwerken zoals ik hier zie? Want er zijn een aantal die zijn wat kleiner, ja. Maar ook hele grote werken. Nou, soms maakt dat niet uit of je een klein of een groot werk hebt. Hè? En het kan zijn, ik heb ook wel schilderijen hangen waar ik jaren over gedaan heb, omdat ik het... wegzetten en niet wist wat ik er eigenlijk mee moest. Maar meestal moet ik zeggen dat je toch wel... Ja, hoe lang gemiddeld is heel moeilijk te zeggen, maar er gaan toch wel behoorlijk wat uurtjes in een schilderij zitten. Ook al is het klein, ook al is het groter. Hier heb ik wat langer naar gekeken, want ik had eerst deze vlakjes niet. En toen was het een heel donker schilderij eigenlijk. En toen dacht ik, wat moet het, wat heeft het nodig? Wat heeft het nodig? Wat heeft het nodig? En toen dacht ik, het heeft licht nodig. En daardoor heb ik toen die kleine vlakjes toegevoegd. Maar dat was echt heel veel werk. Want ja, dat is 2 bij 2 centimeter. En dan moet je echt vaak achteruit stappen om te kijken... welke kleur is hier nodig? Welke kleur is hier nodig? Dus dat kostte even tijd, moet ik zeggen. Dat kostte even tijd. Maar hier is een werk bijvoorbeeld. Dat schilderij. Dat heet Memories. En ik had eigenlijk die opzet voor het schilderij al in 2010 gemaakt. Dus ik had die opzet gemaakt. Maar ik wist totaal niet wat ik ermee wilde. Wil ik dit nou gelijkend maken? Dus ik heb het heel lang laten staan. En eigenlijk pas ja, in 2020 wist ik opeens wat ik ermee wilde. En is het zo geworden. Is dat idee, dit schilderij, 10 jaar in je hoofd gezeten?
Ja, nou ja, het stond ergens en dan dacht ik steeds van, oh ja, wat wil ik daarmee? Ik weet het nog niet. Ga ik het nu gelijkend maken? En dan had ik het wel weer eens op de ezel gezet, maar dan dacht ik, nee, dat wil ik toch niet? Dus dan ging ik het weer afzetten. Wat wil ik er nou eigenlijk mee? Dus uiteindelijk, nou ja, is dat het geworden. Komende week is het Vredesweek. Dat is in het leven geroepen samen met Pax, met de Vredesbeweging. En in Almelo hebben wij een ambassade van vrede, waar heel veel mensen aan meedoen. En wij organiseren dus in de Vredesweek een aantal activiteiten om onder de aandacht te brengen dat er een heel sterk verlangen is naar vrede. En daarom hadden we vandaag weer een Walk of Peace. Vorig jaar kon die helaas niet doorgaan. Nou, dit jaar hebben we de draad weer opgepakt. En ik moet zeggen, het was echt een hele, hele mooie, troostende dag. De Wilders zijn vermoord, hun volk, zelf hebben gepleegd, omdat ze toevallig Jood waren, Roma, Sinti, zes strijders, die Jehovah getuigen. In andere woorden, ze had iets wat niet hoorde volgens het Duitse nazi-gedachte. Ze zijn vervolgd, niet omgekeerd. Want wie ze waren op het pad zijn, waar een Jood ligt gevallen. Vier Joodse mensen. En dat vond ik ook mooi vandaag, ook in de toespraken, dat vrede wordt heel vaak gezien in een grote verband, de wereldvrede. Maar we zijn er toch wel ook van doordrongen dat de vrede heel dichtbij, bij jezelf, in je eigen community, in je eigen stad, dat het heel belangrijk is. En hoe doe je dat dan? Hè? We hebben het over een inclusieve samenleving, een samenleving waar ieder mens telt. En we zeggen het zo makkelijk, hè? Inclusiviteit. Maar hoe doe je dat nou? Hoe doe ik dat nou? Hoe doen de bewoners in Almelo dat nou? En dat is een vraag waar we met elkaar bij stil hebben gestaan. En ja, ik denk als we maar naar elkaar om blijven zien, naar elkaar blijven luisteren, elkaar het woord geven. En dan moet daar toch een oplossing voor zijn dat we hier met elkaar vreedzaam kunnen samenleven. Terug op een week waarin drie van ons op een afschuwelijke manier door geweld van het leven werden beroofd. Waarin de levens van talrijke anderen uit onze gemeenschap levenslang zwaar beschadigd werden. Burgemeester Gerritsen, wat een week. Een hele
sombere, moeilijke week voor onze hele stad. U heeft hier net een toespraak gehouden. Ik kon merken dat u ontdaan bent van wat u meegemaakt heeft deze week. Want het is nogal wat. Hoe bereid je je hierop voor? Zo'n week overkomt je. Overkomt ons allemaal. We weten niet wat er in zo'n week gebeurt. Maar een burgemeester omringt zich met hele goede adviseurs en hele goede begeleiders om zijn of haar werk aan te kunnen in zo'n week. En als burgemeester heb je zorg voor de stad. Zorg ook voor de mensen die het leed rechtstreeks over zich heen krijgen. Maar ook de wijken waarin dat gebeurt. En dat is deels intuïtief. Dat gaat deels op je gevoel. Werk je daarin. En voorbereiden is daar niet bij. En gelukkig is dan eigenlijk het moment van waarom we vandaag bij elkaar zijn. De Walk of Peace en de momenten die daarin zitten. Die geven, en ja, gelukkig is het verkeerde woord, maar die geven in zo'n week, aan het eind van zo'n week, wel het podium om met de mensen in gesprek te gaan over wat er deze week allemaal gebeurd is. Ja. En kan de gemeente op basis van maatschappelijk, sociaal hier nog iets mee voor de rest? Nou, wat de gemeente samen overigens ook met de woningbouwcoöperatie, met de politie deze dagen vooral doet, is in de Ossenkoppelhoek, waar dat vreselijke incident gisteren is gebeurd, aanwezig zijn. Ook zorgen als er mensen zijn die daar behoefte aan hebben, ze een luisterend oor te bieden. Soms professioneel met slachtofferhulp, soms gewoon informeel met de buren. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou dat hoeft niet, hè. Ik red mij daarmee of ik heb dat gevoel niet, dat is niet erg. Maar we proberen er nu juist te zijn voor de mensen die, en al zijn het er maar 5 of al zijn het er maar 10, dat we toch voor die mensen er kunnen zijn. De kunstenaar zelf is niet aanwezig op dit moment, maar de vriendin van wel. Zou je ons wat kunnen vertellen over het werk van Henk Lammers? Dat werk is heel gevarieerd. Dus hij werkt heel graag met hout, houtknikkerbanen, maar ook schilderwerk. Driedimensionaal. Van alles eigenlijk. Zie aan die wand zie ik allemaal hout. Ja, dat klopt. Dat had te maken met het afstudeerproject van de AKI. Wat Henk dan vaak vertelt is, hij heeft eigenlijk het eerste wat hij deed toen hij bij de AKI kwam. Ja, hij moest een atelier hebben. Maar in dat atelier ging je gelijk muziek organiseren. En eigenlijk in zijn afstudeerproject heeft hij ook een soort huisje gemaakt waar ook een podium in was. We zijn hier in het atelier van Winnie Lendering in Kars Kroeskamp. Ze hebben eindelijk weer een plek gevonden. Vorig jaar was het nog de Oranjestraat. Ja. En nu is het de Grote Straat. Hoe bevalt dat hier? Uitstekend, moet ik zeggen. Heel goed. Ja. Ja. Het voordeel van dit pand is dat het ruimer is. En ontzettend veel licht in zit. Het andere pand, het was een pijpelaar. Het was donkerder. Als ik een kleur aan het maken was, het mengen was, dan moest ik meestal nog naar buiten heen lopen. Kijken van, is de kleur goed? Kan ik hier aan mijn ezel doen? Dus dat heeft veel voordelen. Ja. Dat gedeelte, dat is van mij. Dit gedeelte van Winnie weer. Dat is weer van mij. Dat is van Winnie. En ja, ik zou zeggen, kijk naar de naamkaartjes. Daar staat Winnie of Kars staat erbij. Dus zo kun je het ook weten. Dat is dus heel duidelijk voor de bezoekers van wie is dan. Alhoewel, als je een klein beetje zicht op hebt, dan kun je mijn schilderij eruit halen en die van Winnie ook. Dus wij schilderen wel verschillend. Ik spreek met Jos Engbersen, een van de deelnemers aan de atelierroute. Eigenlijk heb ik richtingen gezocht waarin ik mijzelf het beste resultaat kan behalen. En dat is eigenlijk dit werk, waarbij ik niet goed tevreden ben. Ik denk, het kan nog weer iets beter, het kan nog weer iets fijner, het kan nog weer iets gedetailleerder. Dit is dan het resultaat. Het zijn misschien voor een groot deel, de bronnen zijn foto's uit tijdschriften of van andere sites of wat dan ook. Maar ik maak er mijn eigen interpretatie van. Dus ik pak er een deel van, ik versterk de kleuren, ik breng er wat meer emotie in, een andere achtergrond en dat soort dingen weer. En dan wordt het toch nog mijn eigen werk. Anders één op één overnemen van iets anders, dat vind ik dan net geen kunst. We staan hier nou met Eva van den Burg, die dit jaar voor het eerst meedoet.
Ze is autodidact en ze moest dus geballotteerd worden en ze is er doorheen. Ik ben er doorheen, ja. Ja, zou je ons wat kunnen vertellen over je werk en hoe jij het ziet, wat voor stroming dat eigenlijk is? Ik heb gehoord dat het de stroming impressionisme is en ik ben gek op bloemetjes en daarbij, ik heb geen idee wat ik doe, want ik ben een intuïtief schilder. Dus dat houdt in dat ik een doek op tafel neerleg, gewoon kleuren pak die erbij passen, wat bij het gevoel past. Want ik heb al gemerkt dat schilderijen maken van en iets proberen na te schilderen, dat werkt bij mij niet. Dus ik leg zo'n doek neer, ik pak de kleuren erbij en ik ga met een mes aan de gang en ik zie wel wat er ontstaat. En daar ben ik 3 jaar geleden ongeveer mee begonnen. En dat beviel zo goed. En mensen zeiden, oh wat leuk, wat mooi. En ja, dan krijg je er nog meer lol in. En dan ontstaat er, dan ontstaan er dingen. Dus autodidact, inderdaad. En geballotteerd, gelukkig. En nou sta ik hier. Abelo staat er weer route. Ja. Nou, ja, echt een verhaal, ja, weet ik niet. Maar ik hoop vooral dat mensen ervan genieten. Dat ze een stukje emotie eruit meenemen. Dat het misschien bij hun iets opwekt wat voor hun belangrijk is. Een stukje bezinning. Even tot rust komen. Ik hoor ook vaak dat mensen zeggen van je schilderijen die geven een soort van rust mee. Of juist heel veel energie. Het ligt er maar net aan welke kleur je hebt. Bijvoorbeeld rood zou best kunnen zeggen van explosief. En die zou bijvoorbeeld heel rustig kunnen overkomen. Maar ik zou vooral zeggen, kom lekker kijken. Dus hier staan we 3 schilders, allemaal verschillende werken. En super de moeite waard. Hoe werk jij eigenlijk? Nou, laat ik zo zeggen, het is allemaal impulsiviteit. Ik heb een doekje of een plankje of iets van karton of van linnen. Daar gooi ik verf op en dan ontstaat er iets. En dan ga ik het accentueren. Dus ik werk nooit met een vooropgezet plan. En mijn werk, ik ben geïnspireerd door Jan te Wierik, de Cobra groep, zeg maar. En ik heb gewoon mijn eigen stijl ontwikkeld in die jaren. Ik doe het nu zo'n beetje 15 jaar. En het is de 3e of 4e keer dat ik meedoe aan Open Atelier Route. En dat is heel plezierig. Vooral met collega's hier, om 3 stijlen te laten zien. Ik heb 1 keer thuis meegedaan. Heb ik de gang helemaal ingevuld en de tuin. En toen zijn er zo'n 150 mensen geweest. Nou, dat wil je niet weer hebben in een huis. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd tegen André, zeg, kunnen we niet in een tent? En toen is het eigenlijk vorig jaar ontstaan hier om in een tent te beginnen. Met z'n 3. Omdat we geen van 3 een atelier hebben. En dat is het plan. En ik vind het ontzettend leuk geslaagd. Ik ben autodidact. Ik ben gewoon begonnen. En de kinderen waren blij. Ha, mijn vader heeft een hobby. Kunnen we in ieder geval met een verjaardag verf geven. En zo is het gebeurd. Ja. Dankjewel. Hey Maarten, je gaf net aan dat jouw foundation natuurlijk geld geeft aan onderzoek. En dat het soms ook wel eens raakvlakken heeft met de palliatieve zorg van Europa Run. Wij zijn Europa Run doorkomststad. Oh, op de Hamburgse route. Ja. En we winnen in dat kader ook heel vaak geld om uit te geven aan palliatieve instellingen of die met palliatieve zorg bezig zijn in de omgeving. Dus dat is hartstikke mooi. En dat geld winnen we omdat we vaak top 3 behoren van de meest gezelligste doorkomsten. Dus bij deze de uitnodiging, je bent van harte welkom om een keertje langs. 3.200 euro. Fantastisch. Zullen we die samen vasthouden? Ja. Maak ze er een mooie foto van. Ja. Hoe is het om hier vandaag in Almelo te zijn? Ja, het is lekker zonnig weer. We waren even in een mooi zwembad net, dus hartstikke leuk. En wat ben je deze dagen allemaal aan het doen voor een bepaald fonds van je? Ja, voor de Maart van der Weijden Foundation is heel erg leuk. Er zijn bijna 30 zwembaden die deze week de zwemvierdaagse houden. En al die deelnemers aan de zwemvierdaagse die halen een heleboel geld op voor kankeronderzoek via mijn stichting. Wat wij 100% doorzetten voor een specifiek project wat gaat over de kankerzorg voor verstandelijk beperkte ietsje beter maken. In al die 30 zwembaden deze week wordt er gezwommen, wordt er geld ingezameld. Ik doe natuurlijk graag ook iets, dus ik verbind al die zwembaden en niet zomaar, maar al fietsend. Dus ik ben vanaf zondagavond aan het fietsen. Nu in Almelo hier. Ja. Fijn dat je hier bent. En ik had nog wel een vraag.
Hoe heb jij toch zoveel conditie kunnen opbouwen om die hele, ja, die Elfstedentocht te kunnen zwemmen? Ja, nou, het is vooral heel veel trainen, denk ik. Als je al mijn kilometers die ik in mijn leven gezwommen heb bij elkaar optelt, dan zit je aan ongeveer 1,5 keer de wereld rond. En dat helpt wel. Dus iets proberen en dat steeds langer proberen vol te houden. En uiteindelijk kun je 3 dagen zwemmen. Dit keer geen 3 dagen zwemmen, maar wel een week lang heel veel fietsen. Ja, en ik begreep ook dat er een deel van ja, het geld wat opgehaald wordt naar de palliatieve zorg gaat. Want in Almelo kennen wij de Almelopers. In hoeverre heb je je al met hun kennis gemaakt? Ja, het geld wat hier opgehaald wordt met de zwemvierdaagse, dat gaat niet naar palliatieve zorg. We vinden dat heel belangrijk om te vertellen waar het exact heen gaat. Dus onze eigen medische adviesraad van de Maarten van der Weijden Foundation heeft gezegd, nou, we denken dat we met een project om verstandelijk beperkte een beter kankerbehandeling te geven, dat een hele goede volgende stap is. Onze stichting kijkt heel graag en praat met een heleboel patiënten van waar kunnen we het geld nu het beste aan besteden. Dat hebben we inmiddels gedaan met ruim 12 miljoen euro donatiegeld, waarmee we 32 onderzoeken gefinancierd hebben. Een van die onderzoeken, want we kijken naar een breed veld, is ook met de Europa Run samen geweest, waar we een heleboel koppelbedden hebben kunnen betalen vanuit geld van de Elfsteden zwemtochten van de laatste jaren. Ja, er is... Moet iemand verhalen? Ja, ik ben er langs. Vanmiddag tijdens hun tuinverkoop te komen zingen. En dat doen we uiteraard met heel veel plezier. Het is inderdaad een lange periode geweest dat we helemaal uit beeld waren als koren. En heel geleidelijk aan nu zijn er weer mogelijkheden. En dat is inderdaad eindelijk omdat we in die periode daartussen maar heel beperkt hebben kunnen oefenen, zingen. Daar hadden we iets voor bedacht. Maar dat is wel, het was niet het normale koorleven zoals we dat gewend waren. Hoi, ik ben Boy en ik ben psychobioloog. En in dit filmpje ga ik antwoord geven op de vraag: hoe helpen vaccinaties ernstige ziekten te voorkomen? Onschuldig griepje. Hebben we allemaal wel eens gehad, toch? Even uitzieken, hup, en weer door. Of toch niet? Er zijn virussen en bacteriën die niet zo onschuldig zijn. Kijk, dit is Felice. Toen zij 16 maanden oud was, kreeg zij meningococcussepsis. Dat is een bloedvergiftiging veroorzaakt door een kleine bacterie. Ik ben Felice, 20 jaar en ik heb meningococcussepsis gehad. In Nederland hebben jaarlijks zo'n 90 mensen deze ziekte, maar ik ben zeker geen buitenbeentje. Maar en hoe krijg je dat?
Nou, heel veel mensen die hebben die bacterie bij zich als ze verkouden zijn. Alleen, het is pas naar, zeg maar, als het in je bloedbaan komt. En bij mij kwam het in mijn bloedbaan. Daarom is het meningokokkenvaccin sinds 2002 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Hadden we zo'n programma nodig dan? Nou, het Rijksvaccinatieprogramma ging van start in 1957, nadat Nederland was getroffen door een grote polio-epidemie. Naar aanleiding van deze epidemie besloot de regering om kinderen kosteloos te vaccineren tegen infectieziekten. Met als doel om complicaties, ziekte en sterfte te voorkomen. En met succes, want we hebben al 28 jaar geen polio in Nederland. Yes! Het prikje van de dokter ondergaat het ene kind makkelijker dan het andere. Maar als het stempel in het boekje staat, is een stuk veiligheid bezegeld. Omdat vaccineren zo goed bleek te werken, is het Rijksvaccinatieprogramma tegenwoordig uitgebreid en vaccineren we kinderen tegen 12 vaak zeer besmettelijke ziektes. Maar hoe werkt een vaccinatie dan? Met een vaccinatie bouw je afweer op zonder eerst ziek te worden. Door te vaccineren komt jouw lichaam in contact met stukjes en onderdelen van virussen en bacteriën. Nadat deze zijn ingespoten, ontwikkelt jouw lichaam hier antistoffen tegen. Deze antistoffen blijven in je lichaam aanwezig en daardoor ben je immuun voor de ziekte. Soms wel levenslang. En werkt dat dan ook echt, die vaccinaties? Zeg nou zelf, ken jij in Nederland nog iemand die polio of mazelen heeft gehad? Waarschijnlijk niet. Vergeleken met 100 jaar geleden komen deze infectieziekten nauwelijks nog voor. Dit komt doordat we zijn gaan vaccineren en doordat we een betere gezondheidszorg hebben. Daarnaast zijn we hygiënischer gaan leven en gezonder gaan eten. Inwoners van de gemeente Kesteren, nogmaals wordt uw aandacht gevestigd op de mogelijkheid van inenting tegen polio van in ieder van 0 tot en met 20 jaar. Belangrijk voor het succes van vaccineren is dat een grote groep mensen meedoet. Meedoen met het vaccinatieprogramma is in Nederland niet verplicht. En toch worden bijna alle kinderen gevaccineerd. Maar er zijn ook gebieden in Nederland waar minder kinderen en jongeren worden gevaccineerd. Zoals grote steden en plekken waar veel gelovige mensen wonen. Ook op de streng christelijke Groenewegen basisschool in Werkendam heerst de bof. Hier dan, in de kaak, kreeg ik zo'n hele dikke wang. En een dessert, ging helemaal trekken. In deze gebieden komen dan ook eens in de 5 tot 10 jaar kleine uitbraken van infectieziekten voor. En toen? Corona. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. De besmettingen lopen enorm snel op. En dat is spannend, want niet iedereen merkt of hij ziek is. Het virus grijpt razendsnel om zich heen. De maatregelen, zoals handen wassen, goed ventileren en 1,5 meter afstand houden, zijn belangrijk, maar werken niet voldoende om het virus te stoppen. Vaccineren is daarom de belangrijkste troef die we hebben om het virus tegen te gaan. Of ik me van plan ben om te laten vaccineren? Ja, ik denk het wel. Ik ga het wel doen. Ja, zeker. Ja, ik wil me wel laten vaccineren. Nog niet. Ik wil eigenlijk als eerst afwachten totdat de anderen het doen. Maar stel, je ouders en opa en oma zijn al gevaccineerd. Waarom zou jij als jongere je dan nog laten vaccineren? Ik heb een paar goede redenen voor je. Allereerst, ook jij kan goed ziek worden van corona. Ook als je jong en fit bent. Ongeveer 1 op de 5 mensen blijft klachten houden tot wel maanden later. Daarnaast zorgen vaccinaties ervoor dat de ziekte zich minder snel kan verspreiden. Want logisch, als jij geen corona meer hebt, kan je het ook niet aan anderen doorgeven. Tot slot zorg je ervoor dat het virus zich minder makkelijk kan muteren tot een nieuwe variant. Die misschien wel besmettelijker of ziekmakender is. En voor je het weet, zit het land dan weer op slot. De hamvraag is natuurlijk, hoeveel mensen moeten zich nou laten vaccineren om het coronavirus te stoppen? Eerst dachten wetenschappers dat wanneer 60% van de bevolking gevaccineerd is, we groepsimmuniteit zouden bereiken. Er zijn dan zoveel mensen immuun dat het virus zich niet makkelijk meer kan verspreiden en langzaam zal verdwijnen.
Maar die groepsimmuniteit hangt erg af van de besmettelijkheid van het virus. Als het virus besmettelijker wordt, zoals de Britse of de Zuid-Afrikaanse variant, dan kan één persoon meer mensen infecteren. We moeten dan meer mensen vaccineren om iedereen te beschermen en de pandemie te stoppen. Met bijvoorbeeld de Delta-variant denken we dat ongeveer 85% van de mensen gevaccineerd moet zijn. We hebben gezien dat het Rijksvaccinatieprogramma al eerder ziektes heeft uitgebannen of beheersbaar heeft gemaakt. En nu is corona natuurlijk geen kinderziekte, maar het principe van vaccineren blijft hetzelfde. Hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe beter we met z'n allen beschermd zijn.